Welkom bij de eerste aflevering van de nieuwe reeks van ons bekende programma Kijk, dit is Oostwijk. Vandaag het verhaal over Van Tienhoven. Hey Henny. Hi Frans. Je vroeg me om hier naartoe te komen. Ja. En ik heb een boekje van je gekregen over Piet van Tienhoven. Ja. Ik heb eerlijk gezegd nog niet helemaal gelezen. Dus aan het hoofdstuk van Van Tienhoven ben ik nog niet gekomen. Want wie was dat eigenlijk? Ja, Van Tienhoven was een heel belangrijk mens. Zeker als je kijkt voor Oosterwijk. Want hij heeft heel veel gedaan voor de Oosterwijkse natuur. Officieel was hij rechtenstudent. Heeft hij in assurantiebedrijven of verzekeringsbedrijven gewerkt. Maar hij was ook medeoprichter van natuurmonumenten. En vanuit dat aspect heeft hij Oosterwijk geholpen aan zijn natuur. Dus hij was wel heel belangrijk voor Oosterwijk? Ja, hij was heel belangrijk voor Oosterwijk. Daarom heeft de gemeente in 1935 ook deze bank geschonken, die nu na 80 jaar weer helemaal gerenoveerd is, want hij zag er niet meer zo goed uit. Was Van Tienhoven dan een visionair of zo? Van Tienhoven was een zeer gepassioneerd mens. Jan Spijkerboer, die een biografie maakte over Van Tienhoven, zijn leven, vertelt dat bij de onthulling van de bank. Aan de ene kant omdat hij vanuit zijn familie de Campina kende. Zijn vader heeft de Campina gekocht. En daarna heeft Piet van Tienhoven het beheer overgenomen van de Campina en uiteindelijk aan natuurmonumenten overgedragen. Wat was zijn drijfveer, denk je? Ja, zijn passie was gewoon toch wel vogels. Dat was zijn passie. Hij was een enorme vogelliefhebber. De vrienden van Jacques P. Thijssen die noemden hem ook Vogelen Piet. Dat was zijn bijnaam. Maar hij had heel veel passie voor de cultuur en de natuur in Nederland. Want niet alleen maar de natuur heeft hij vooral gered samen met Jacques P. Thijssen en Heijmans. Maar ook internationaal heeft hij natuurorganisaties opgezet. Hij heeft de Molenstichting opgezet. Daar heb je dat cultuuraspect weer ervan. Dus die man heeft heel veel gedaan eigenlijk voor Nederland. Achterneef Piet van Tienhoven en ook neef Koen waren apentrots dat ze bij de onthulling van de bank mochten zijn. En ook trots op hun oom Piet van Tienhoven. Toen ik 1 jaar was, is dit door mijn oom Piet geopend. En dat is nu ruim 80 jaar geleden. Want ik was 1 toen. En ik zal er zeker nog met mijn kleinkinderen ook nog komen. Maar dat is een heerlijk plekje. Een groot genoegen en een grote eer dat ik hier mee aanwezig kan zijn. Huh? Dank u wel. Ja. Want de natuur was zijn lust en zijn leven. Dat heeft hij altijd gedaan. Want hij had maar 1 passie. En dat was inderdaad ook naar de vogels te kijken en de natuurbescherming te realiseren. De dingen, daar heeft hij zich voor ingezet. Zijn hele leven lang. Ik heb eens ooit gehoord dat het een beetje een excentrieke man was. Of ja, excentriek. Ja, ja, ja. Met, laten we zo zeggen, een sterk karakter. Ja, absoluut. Hè? Dat kun je wel zeggen. Koen van Tienhoven, zijn familielid, die weet een leuke anekdote over zijn oom Pieter. Dat ging over een fout geparkeerde auto in Amsterdam. Daar heeft hij een hele leuke anekdote over. En dan zie ik dan opeens een politieagent. En die ging naar boven. Ik zeg, waar wilt u naartoe? Ja, die gek heeft weer de auto er neergezet. Die zal wat beleven. He? Nou ja, en dan is hij naar boven gegaan en om de waarheid te zeggen, nou, die is als lid van de natuurmonumenten is die naar huis gegaan. Op de Campina ergens liggen van die hele grote zwerfkeien. Ja, dat is zijn grafmonument. Ligt hij daar begraven? Nee, zijn grafmonument is dat, er staat zijn urn. Van Tienhoven is op 5 mei 1953 gestorven. In een leven vol natuur, eigenlijk in feite. In dienst van de natuur kun je beter zeggen. En hij wilde per se in Brabant zijn grafmonument hebben. Maar wel opgebouwd uit zwerfkeien uit Drenthe en Twente. Maar daar had hij ook helemaal voor bestemd. Hij wilde op die stuifzandheuvel met dat bedekte stukje heide, uitzicht over een prachtig ven, want er ligt ook een heel prachtig ven, daar wilde hij zijn grafmonument hebben en dat hebben ze hem ook gegeven. Ja. Neef Koen heeft trouwens bij de onthulling een prachtig verhaal verteld over hoe de Van Tienhovens dachten over bescherming van de natuur. De familie heeft altijd veel met de natuur gehad. Dus dat is, we vinden de natuur nog steeds heerlijk. En dat moet ook blijven, want dat is voor de volgende generatie in een land wat toch al helemaal vol zit, is het alleen maar heerlijk om wat natuur te hebben. Ja. Nou Frans, een hoop informatie. Ik vond het hartstikke leuk om weer op pad te zijn met jou. Leuk ook. We gaan weer vaker, hè? Dat hebben zeker we afgesproken. Weten. En weten we al waar we nou de volgende keer... Dat is nog een geheim, dat vertellen we nu nog niet. Dat is een geheim, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik hoor het wel. Volgende keer. Ja.